10 dagen geleden reageerde burgemeester Ignace Michaud nog erg scherp op de aankondiging van het agentschap Fedasiel dat 270 asielzoekers zouden worden ondergebracht in het Prinsenhof aan de Kruisstraat in Ronsen. En dat voor minstens 6 jaar. De burgemeester ging daarop in gesprek met staatssecretaris De Moor. Ik had bij mij natuurlijk een brandweerverslag mee die duidelijk aantoonde dat er maar plaats is in het gebouw van Prinsenhof voor 158 personen. Want de burgemeester, zoals u weet natuurlijk, is verantwoordelijk voor de veiligheid van al zijn inwoners. Dus ik kan absoluut de veiligheid niet garanderen van 270 mensen die daar dan aanwezig zijn. En ook beperkt tot een duurtijd van 3 jaar. Ik denk dat dat een goede babbel was, vooral met gezond verstand. 158 mensen in plaats van 270 dus. En een duurtijd van 3 jaar in plaats van 6. Toch vindt de burgemeester nog steeds dat Ronsen niet over de draagkracht beschikt om zoveel asielzoekers opvang te bieden. Bovendien is er in Ronsen ook crisisopvang nodig voor de eigen inwoners die het moeilijk hebben. En daar had de staatssecretaris oren naar. Wij zitten ook met een bepaalde problematiek van opvang voor crisisopvang. En die ruimte is ook gelaten in Prinsenhof. Dus ik ben toch wel heel blij met deze uitkomst. Het is vooral de manier van communiceren van Fedasiel die de burgemeester tegen de borst stuit. De stad Ronsen had op voorhand geen inspraak en werd voor een voldongen feit gesteld, klinkt het. Ja, ik was scherp en ik ben nog steeds scherp. Want voor u staat een burgemeester die nog steeds ontgoocheld is. Een burgemeester die geen inspraak en geen overleg had op voorhand. En dat betreur ik vandaag de dag nog altijd. De komende weken zullen 40 mensen, vooral gezinnen, hun intrek nemen in het Prinsenhof. In een latere fase worden dat er 158. Het asielcentrum zal, in samenspraak met de stad, worden beheerd door het Rode Kruis.